We waren dan totaal met 6 man. We hebben hem gewoon omsingeld en nou, hij kon gewoon geen kant meer op. Begrip is het absoluut. Is het gewenst? Nee, het is niet gewenst. Er zijn gewoon criminelen. Dan zal dat misschien wel niet mogen wat we doen, maar ja, zij doen het ook. Ja, ik werd 's morgens om 17:15 werd ik wakker. En ik hoorde het geluid van het hekje bij ons eigen thuis. En toen ben ik uit het raam gaan kijken. En toen zag ik net twee jongens weglopen. Met een tas en met een step van mijn dochter. En toen heb ik op de fiets de achtervolging ingezet. Ik heb mijn vrouw heb naar mijn vrouw geroepen van je moet de buurtwacht inschakelen. Die heeft dat gedaan en die zijn ook gekomen, zeg maar. Kijk, locatie staat erbij die de alarmapp heeft geactiveerd. En die locatie die wordt beantwoord door mensen die alleen kunnen door een duimpje te sturen. En dat is precies wat er vorige week gebeurde in de WhatsApp-groep van de Burgerwacht. Toen bij de familie Heidema werd ingebroken. Leden van de groep gingen meteen op zoek naar de verdachten, die zich inmiddels hadden opgesplitst. Daar bij de brug is hij overheen gegaan. Daar heb ik hem achtervolgd. En toen is hij hierheen gelopen en is hij hier achter thuis gegaan. We waren dan totaal met 6 man. En we hebben hem gewoon omsingeld. En nou, hij kon gewoon geen kant meer op. Toen kwam hij uit zijn schuilplekje en toen hebben we hem hebben gepakt. Die ene die was vrij agressief, dus gewoon voor onze eigen veiligheid en voor zijn veiligheid hebben we ze zo even vastgebonden en wachten op de politie. Hoe kijk je daar nou op terug als je dit zo ziet? Ja, voldaan gevoel. Er zijn gewoon criminelen. Dus, dan zal dat misschien wel niet mogen wat we doen, maar ja, zij doen het ook. Dus ze trekken er ook van de hele wereld geen donder aan. Criminelen opsporen en aanhouden. Daarvoor is de Burgerwacht hier in Ter Apel opgericht. Het dorp heeft last van wat heet veilige landers. Het zijn asielzoekers uit met name Noord-Afrika die eigenlijk nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning, maar wel veel overlast veroorzaken. Tientallen van dit soort filmpjes gaan rond op sociale media in het dorp. En cijfers wijzen uit dat nergens in Nederland per inwoner meer winkeldiefstallen plaatsvinden dan in de gemeente van Ter Apel. En het aantal diefstallen blijft toenemen. Ondanks extra handhaving en strengere regels voor de AZC'ers. Vergelijkbare overlast merken ze ook hier, in de Brabantse gemeente Kranendonk, waar ook veel veilige landers terechtkomen. Nou ja, het gaat om van alles. De aanrandingen staan ertussen, bedreigingen, winkeldiefstallen, samenscholing, intimiderend gedrag, dronkenschap. Ook hier bestaat sinds kort een burgerwacht. In deze chatgroep met 1000 leden kunnen bewoners meldingen doorgeven. Leden van de burgerwacht komen dan in actie. Zoals ook vorige week gebeurde na een vermeende fietsendiefstal die uitliep op een vechtpartij. Ik heb hem dus hier zo op de grond in bedwang kunnen houden. Ja, en hier stonden twee auto's waar ze dus aan het vechten waren en dus ook half over de auto's heen lagen. Dus ja, ook kans natuurlijk op beschadiging van de auto's en dat wouden we voorkomen. Oké, nou hier heb ik dan een burgerarrest en op dat moment had ik hem dus even neergelegd om hem rustig te houden. Omdat hij behoorlijk agressief overkwam en dus elke keer probeerde weg te komen. En gebeurt dit vaker? Af en toe. Dat het echt zeg maar uit de hand loopt. Veel mensen in de gemeente staan achter de burgerwacht. En de voorzitter van de winkeliersvereniging wil zelfs speciale t-shirts laten maken. Dit is het logo wat geuit wordt door de burgerwacht straks. En het logo houdt eigenlijk een beetje in, met het oog alles in de gaten houden. En een vuist maken om samen ervoor te zorgen dat Maarhezen weer veilig wordt. Dat was eerder een logo met alleen een vuist en spatten en dergelijke. Ja, ik wil niet meer agressie geassocieerd worden. En ik vind dit wel heel netjes hoe dat eruit ziet, zeker, ja. Deze beelden krijgen we van de Brabantse burgerwacht. Van eerdere incidenten en arrestaties. Maar mag dit zomaar? Als burger een andere burger aanhouden? We vragen het deze politierechter en emeritus hoogleraar sanctierecht. Dat mag onder omstandigheden. En die omstandigheden zijn dat het moet gaan om een waarneming op heterdaad, hè? Dus je moet als het ware zien dat er bijvoorbeeld iets gestolen wordt en dan mag een burger
in afwachting van de komst van de politie een andere burger, een verdachte burger, aanhouden. En een burgerwacht vormen, mag dat? Ja, op zich is dat niet verboden in Nederland. Zolang je maar aan de wettelijke regels houdt, mag je best een burgerwacht vormen. Maar de burgerwachten zijn omstreden. Burgemeesters zijn er geen voorstander van en het ministerie van Justitie laat weten... Vooral de inwoners van Ter Apel en Kranendonk hebben met overlast te maken. Het is begrijpelijk dat zij dit beu zijn. Maar doe aangifte bij een strafbaar feit of bel de politie in geval van nood. Neem niet het heft in eigen hand. En dat zegt ook de politievakbond. Begrip is er absoluut. Alleen vervolgens komt de stap van, is het gewenst? Nee, het is niet gewenst. Waarom niet? Nou ja, omdat het gevaarlijk kan zijn voor de mensen die het uit moeten voeren. Maar het geeft ook een bepaalde setting voor de politieman of vrouw die daarbij uitkomen. Neem nou bijvoorbeeld een burgerwacht die misschien wel iemand staande houdt of iemand aanhoudt, wat achteraf onterecht blijkt te zijn. En dan? Hoe ga je het dan oplossen? Maar volgens de burgerwacht in Ter Apel hebben ze weinig keus. Overdag is hier echt voldoende. Dus politie, handhaving, winkelbeveiligers, straatcoaches. Er is in dat opzicht overdag voldoende. Maar 's avonds niet. En dan zijn wij eigenlijk een beetje aan onszelf overgeleverd. Dus dan, dan moet je zelf in actie. Ja, gewoon noodzaak. Wie er ook zo over denkt, kan zich aansluiten. Al moet je daarvoor wel een document tekenen. Nou ja, dit zijn de regels van de burgerwachten waar iedereen zich aan moet houden. Dus ik zal er even wat uit voorlezen. Dit is, je volgt het principe, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan een andere niet. En als je dit ziet, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Nee, nou ja, moet hij luisteren en niet zo agressief wezen, dan was dit ook niet gebeurd. Daar denken de politie en het Openbaar Ministerie anders over. Zij hebben leden van de burgerwacht aangesproken en een waarschuwing gegeven. Volgens hoogleraar Sakkers mogen ze daarmee niet klagen. Ja, wat ik zie is een persoon die op zijn buik ligt met zo te zien de handen en geboeid met tarwebs. Ik vind het nogal erg heftig als het gaat om, laten we zeggen, een eenvoudige winkeldiefstal. Dan vind ik dit een voorbeeld van veel te vergaand geweld toegepast door een burger. Dit is na een inbraak bij iemand thuis. Ja, bij een woninginbraak vind ik het alweer wat anders. Hè. Woninginbraak, dat zien we toch altijd wel als een veel zwaarder delict dan winkeldiefstal. Dan zou het wellicht bij een rechter nog net acceptabel kunnen zijn. Maar ik vind de verdachte hier wel erg stevig aangepakt. En ook in het dorp is niet iedereen te spreken over de manier van handelen. Kijk, dit is een arrestatie van de week. Dat is wel heftig. Dit gaat te ver volgens u? Ja. Ja, dat moet niet. Nee. Daar ben ik niet zo gelukkig mee. Dat vind ik wel best wel erg, ja. Waarom? Nou, ik vind het, als je zo kijkt, is het gewoon mishandeling eigenlijk. Maar dan ga je eigen rechter spelen en dat moet je niet doen. U staat er echt van te kijken? Ja, ik zat er echt van te kijken, ja. Ik wist niet dat het dan ook wel zo ging. En wat als iemand zich dan verzet bij zijn aanhouding? Nou ja, dan laat hem maar lopen, zeg ik. Want dan, je kunt niet beginnen te beuken en te doen. Maar de verdachte laten lopen is voor de burgerwacht geen optie. Zolang er niks aan gedaan wordt, dan blijven wij als burgerwachters gewoon doorgaan.